Het is vandaag Wereldhepatitisdag. Hepatitis is een ontsteking van de lever. Vaak is een virus de oorzaak van hepatitis. We noemen dit dan een virale hepatitis. Volgens Intermed NV neemt het aantal doden door virale hepatitis toe. In 2015 veroorzaakte deze ziekte 1,34 miljoen sterfgevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft in 2016 daarom een globale strategie goedgekeurd om deze ziekte tegen 2030 geëlimineerd te hebben. Dit betekent dat het aantal nieuwe infecties in dat jaar met 90% verminderd moet zijn en het aantal sterfgevallen met 65%. Het sterftecijfer van virale hepatitis bedraagt wereldwijd gemiddeld 18,3 per 100.000. In de Western Pacific regio is het evenwel het hoogst en wel 24,1 sterfgevallen per 100.000, gevolgd door de zuidoostelijke regio van Azië met 21,2 per 100.000. Wereldwijd sterven 446.000 personen aan virale hepatitis. In Zuidoost-Azië en Afrika gaat het om respectievelijk 408.000 en 136.000 sterfgevallen. Elk jaar wordt op 28 juli extra aandacht gevraagd voor de preventie en behandeling van deze ziekte.